Long ago, two races grew up on Earth, humans and monsters. One day, war broke out between the two races. After a long battle, the humans were victorious. They sealed the monsters in the ground with a magic spell. Yeah, that's mogelijk, joh. Dat kunnen alleen monsters. Many years later. Met Edward. Count 1. Legends say that those who climb the mountain never return. Nou, dat is een takje. Oei, zelfmoord! Oh nee, dat overleef je. Leer niet aan kinderen dat je dit overleeft. Game. Straks denk je kindjes, hé, dit ga ik daar doen, want dat overleef je. Overleef je het niet. En dan ben je in een magic spel gevallen en kun je er niet meer uit omdat je hier vast bent of zoiets. Weet ik veel. Undertale. Push to enter. Oké, ZX, C, ja, F4 en zo, en hold, escape, quit. Please know you lose. Oké, ZX en C, denk ik, dat ik dat nodig heb. Oké. Nou, neem de Fallen Human, dat, die noemen, we kunnen, noemen, meerdere dingen kunnen noemen. We kunnen hem ook wel heel leuk uil noemen, weet je, dat vind ik wel leuk. Moet dat alleen wel even zo doen. Dat ben je wel, laten we gewoon uil noemen, omdat, ja, dat zijn jullie ook waarschijnlijk. Dit moet een uil voorstellen, hoop ik. Ik hoop dat de uil moet voorstellen, anders. Wat moet het dan voorstellen? Ja. Dat is een uil. Oké, nou, we zijn meneertje. Meneertje, mevrouwtje. Zijn we een meisje of een jongetje? We zijn gewoon een raar. Ja, eigenlijk snap ik niet waarom we sowieso al woonden hier. Want ik bedoel, we lijken best wel op een monster. Laten we hierheen gaan. Oh, dit is Bloopy. Howdy. I'm Flowey. Flowey the Flower. Kijk, dat is makkelijk dus. You need to do again, aren't you? Ik heb het geluid trouwens van de game niet zacht gezet. Zo. Van iedere game zet ik het geluid wat zachter, gewoon zodat het handig is. You're new to the underground, aren't you? Ja. Golly, you must be so confused. Someone asked to teach you how things work around here. I guess little of me will have to do. Ready? Here we go. Oh, mijn god, mijn hartje. See that heart? That is your soul. It's very acclimatious of your being. Oh cool, ik wil hem bewegen. Your soul starts off weak, but can grow strong if you gain a lot of love. That's love. Why stand love or love, of course. Dus ik heb trouwens een halve van deze game gezien als op Serpent Gameplay. En die gast heeft dit spel namelijk een eerste aflevering heb ik gezien. Gewoon omdat ik niet kon wachten. En toen heb ik gedacht van ja, ik had het spel al gekocht voordat hij die video online kwam. Toen dacht ik ja, weet je wat? Nu wil ik er nu een video van maken. Want ja, en ik ga dus niet voor mezelf spelen. Niks voor de rest meer kijken totdat ik de game heb uitgespeeld. Alle stukjes die ik al zelf heb gedaan, kan ik wel kijken. You want some love, don't you? Don't worry, I'll share some with you. Down here, love is shared through. Little white... friendliness palace. Are you ready? Move around, get as many as you can. You idiot. In this world, it's kill or be killed. Why would anyone pass up an opportunity like this? Oh nee! Die! Ik kan niks doen! Oh. Doei! What a terrible creature!
Don't drink such a poor, innocent youth. Do not be afraid, my child. I'm Torio. The Torio man. Caretaker of the ruins. I pass through this place every day to see if anyone has fallen down. You are the first human to come here in a long time. Come, I will guide you through the catacombs. This way. Jongens! Wat nou een pedofiel is? Moet je niet naartoe gaan? Oké. Dit is een dobbelsteen, maar dan van de bovenkant. Shadow of the ruins looms above. Filling you with desolation. HP fully restored. Oh, safe! Woehoe, we hebben één love. Welcome to your new home, innocent one. Allow me to educate you in the operation of the ruins. Rooms are full of puzzles. Ancient fusions between the versions and door keys. One must solve them to move from room to room. Please adjust yourself to the side of them. Moet dit? Kunnen we dit ding niet overhalen? Nee, natuurlijk niet joh, dat heeft zij al gedaan. To make progress here, you will need to trigger several switches. Remember, I have labeled the ones that you need to flip. Deze. En deze. Splendid, I'm proud of you, little one. Let's just move to the next room. Maar wat deze doen? This switch doesn't even work. Wow. Wow. As a human living in the underground, monsters may attack you. You will need to be prepared for this situation. However, worry not. The process is simple. When you encounter a monster, you will enter a fight. While you're in a fight, strike up a friendly conversation. Still for time. I will come to resolve the conflict. Practice talking to the dummy. Okay, now. Dummy. Hey. Nou, wat gaan we doen? Ik ga denk ik acten met hem. Dummy. We gaan er gewoon mee praten. You talk to the dummy. It doesn't seem much for conversation. Toodle seems happy with you. You won, and no pain, no gold. Very good. You are very good. Ik ga proberen namens iedereen zoveel mogelijk monsters niet dood te maken. Trouwens, als er iets is van hun nieuws... Die game ziet er heel uitgekt uit. Jongens, ik ga me even dus vragen of er een layout is gemaakt. Maar dat weet ik niet of dat moet. Als jullie zeggen van nee Niels, je moet de game echt goed spelen. Dus niet zoals ik nu uitrekken wat ik doe. Je moet gewoon de game hup spelen. Gewoon normaal. En dan dus dan zo'n layout maken waardoor die zwarte balken er niet raar uitzien. Moeten jullie het gewoon zeggen. There's another puzzle in this room. I wonder if you can solve it. Trouwens, de eerste aflevering wordt even lekker lang. Waarom? Omdat ik de eerste aflevering al heb gezien. Dan is de eerste aflevering gewoon allemaal spullen die ik al heb gezien. En dan is de rest... heb ik allemaal al gedaan. Dat leek me dan... ja, leuk. Weet je, dat ik niet het ding ga spelen. Forget attacks you. Nou, ik denk dat ik met hem ga... oh, right. Dat ik met hem ga acten, ja. Gewoon forget. Ik ga mijn compliment geven. Vond je dat een je zei? It was flattered anyway. What? Oh. You won, no XP and no gold. Ah. Ik wil goud. Ik krijg wel lekker monies. What? Oh. This is the puzzle, but... here, take my hand for a moment. Weet je, is de puzzel gewoon... oh, je hoeft niet eens te lopen, joh. Dit is... wow, oké. Deze puzzel zou ik dus niet weten. Snap je, dit is waarschijnlijk iets randoms wat je kan onthouden door lianen en zo. Puzzles seem a little dangerous for you now. You have done exactly the for of my child. However, I have a difficult request to ask of you. I would like you to talk to the end of the room by yourself. I forgive this. Waarom gaan ze zo snel? Super speed mode. Speedy, 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 Gonzales. Dus. Ja. Dit is een storyline game, gewoon. En ik wil geen spoilers, mensen. Als jullie spoilers gaan achterlaten, ja. Sorry, haat ik jullie heel. Ja. Dat vind ik dan verpest je het spel voor mij. En dat, ja, vind ik gewoon niet leuk.
Greetings, my child. Do not worry, I did not leave you. I was merely behind this pillar the whole time. Thank you for trusting me. However, there was an important reason for this exercise, to test your independence. I must attend some business, but you must stay alone for a while. Please remain here. It's dangerous to explore by yourself. I have an idea. I will give you a cell phone. If you have a need for anything, just call. Be good, alright? Okay, we gaan gewoon meteen achter je aan. Hello, this is Toriel. You have not left the room, have you? There are a few puzzles that I have yet to explain. It will be dangerous to try to solve them yourself. Be good, alright? Click. Oh, kunnen we met Froggit praten? Rabbit. Excuse me, human. I have some advice for you about battling monsters. If you act a certain way or fight until you must defeat them, they might not want to battle you anymore. If one does not want to fight you, please use some mercy, man. Human, rabbit. Okay, dus dan vergeven moeten we vergeten. Is hier iets? It says take one, take a piece of candy. Yeah. Two pieces of candy per seat to open in the menu. Say. Oh, cool. Item monster candy. Okay. Take one, take a candy. You took more candy. How disgusting. Hoeveel monster candies hebben we nu? Item. Oh ja, we hebben twee monster candies. Kunnen we dit niet gewoon zo doen? Take one, take a candy. Take another piece. You feel like the scum of the earth. Take one, take a candy. You took too much, too fast. The candy spills onto the floor. Oh wow. Hoeveel items hebben nu? 1, 2, 3, 4. Nou. Nah, joh. Look at what you've done. Sorry. Sorry, meneer. Sorry. Ik deed het niet expres. Eigenlijk wel. Bla bla bla. Ja, we hebben het gehaald. Doe maar. Save the game maar lekker. Gaan wij met onze domme hoofd niet doen. Voor het hapt close. Oh. Nou, we gaan even act met hem. Ja, we kunnen hem nu fight. Nee. Geef me een complimentje. Moet zijn wat je zegt. Het was flattered anyway. Blushes deeply. Rabbit. Nou. Gooi dan geen vliegje op me af. Voor het seems reluctant to fight you. Maar misschien kunnen we hem niet sparen. Kunnen we hem sparen? You won! We hebben wel gold gewonnen en geen XP. Oké, nice. Waarom is het nice dat we geen XP verdienen? Nou, kijk, ik hoop dat we nu trouwens weer. Kunnen we niet weer wat doen? Play for the kingdom to the leaves. Feel your determination. HP fully restored. Ja, kijk. We hebben onze HP weer terug. Joehoe, dat was wat we eigenlijk wat wilden. Oh, wow. Nou, bedankt. Nou, bedankt. Ring, hallo? Dit is Toriel. For no reason in particular, which do you prefer, cinnamon or butterscotch? Ik vind zelf butterscotch lekkerder. Oh, I see. Thank you very much. Like, hello, this is Toriel. You do not dislike cinnamon, do you? I know what your preference is, but would you turn up your nose if you found it on your plate? Nee. Right, I understand. Thank you for being patient, by the way. Click. Okay, now, we do de steen erop of zoiets. Kunnen we hem er ook afdoen? Nee, joh. Oh, nee. Wimshun approached meekly. Laten we hem acten. Laten we Wimshun. Eventjes gewoon een console of zoiets. Your first word. Wimshun burst into tears and runs away. Oh, okay. Hello? You do not have any allergies, do you? Huh? Why am I asking? No reason at all. Kijk, ik vertrouw hem niet. Ik denk toch. Ik heb gehoord dat deze game voor mijn plotwisten zit. Ik vertrouw het gewoon dusdanig niet. Dat hij. Oké, ja. Dat weet je dat hij gewoon hier moet. Dus oké, ja. Ik wist dat het zo'n put was trouwens hoor. Wist ik. Dat wist ik. Daarom liep ik ook in één keer meteen goed wel in die. Ah!
gaan even Wimshen. Kunnen we die niet nu... Kunnen Wimshen al gelijk sparen? Kijk, nu hebben we alleen Ribbit Kikkerman. Maar Ribbit Kikkerman. Nee, sparen kunnen we niet. Frogit gaan we een complimentje geven. Dit is wat je zegt. Het is letters anyway. Kijk. Nou, kijk, daar kan ik hier niet bij. To fight you, ja. Kijk hier, dan kunnen we hem nu sparen. We krijgen wel namelijk gold. En de rest niks. Nou, kijk, nu weet je gewoon dat we zo kunnen. Nu weet je 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 dat we zo kunnen. Oké, nou, Frogit. Act. Is er een Frogit trouwens die we al kunnen sparen? Nee, we kunnen niemand sparen. Frogit A, geef hem maar een complimentje. Vond je dit een wat je zei? But just flattered anyway. Hop, hop. Oeh, moeilijk. The battlefield is filled with smell. Ja, kijk hier. Ribbit, ribbit. Oké, kijk nou, meneer Kikkerman, die kan er niet bij. Frog doesn't seem to... Oh, wacht. Frog doesn't seem to know why it's here. Mercy, nee. We kunnen hem niet sparen, nog niet. Frog B. Geef hem een complimentje. We're flat anyway. Oké, nice. Frog it. Nou, wow. Ja, oké, thanks. We zijn to fight you. Sparen, woehoe! We gaan zoveel mogelijk mensen sparen, omdat dat toch nicer is dan dit. Oké, laten we even steentjes duwen op de ding, denk ik. Ik denk dat de puzzel is. Ik heb nu zin om er gewoon aan te vallen, maar oké. Andere kant heb ik niet. Laten we gewoon even een complimentje geven. Ik weet niet wat je zei, dit was het anyway, oké, ja. Ik hoop dat je of gewoon twee kikkers krijgt of gewoon twee van die balletjes, ja. Niet allebei. Is het überhaupt mogelijk? Wait, hier. Ja, hier. Mercy. Huppatee. We geven hem gewoon eventjes genade. We sparen hem. Hij hoeft niet dood. Niemand hoeft dood hier. Dat is dan wat je said. But was flared anyway. Bless is deeply ribbit. Oh ja. Ik vind het een leuk spelletje hoor. To fight you. Ja, hij heeft niet zin om mij te vechten. Dus daarom vind ik het zo leuk, weet je, om ze gewoon te sparen. Van hé, hey, joh. Ja, blijf maar lekker je leven verder. Ook al wil ik straks wel mensen gaan killen voor XP. Alleen ik weet dat XP voor iets slechts staat. Snap je? XP is normaal van, ja, goed, experience points. Maar nu is het een xylovant of zoiets points. En dat is slecht, heb ik gehoord. Dus ja, dat vind ik heel jammer dat het gespoord is voor mij. Voor iemand. Maar ja, dat wist hij ook niet. Ik las gewoon de reactie van een YouTuber. Was er een gameplay. Oké, nou. Ik weet al wat hier gaat gebeuren trouwens. Dus ja. What there, partner? Who said you could push me around? So you're asking me to move over? Oké, just for you, pumpkin. You want me to move some more? Alrighty, how's this? This was the wrong direction. Okay. Think I got it. Ja, oké, hij gaat eigenlijk op staan. Die vieze vuile. You wanted me to stay there. You're giving me a real workout. Dat vind ik wel geniaal, die steen. Die steen is mijn beste vriend. Mijn enige vriend. Long the mouse might one day leave its hole and get cheese. It fills you with determination. Safe. The cheese has been here quite a long time. It's stuck to the table. Oh. Ik denk dat we nu binnenkort even... Oké, deze gast. Are they gone yet? This ghost keeps saying zzz out loud repeatedly. Pretending to sleep. Move it with force. No. Oké, ja, dan wel. En als jij anders er niet op reageert, dan moet het maar. Ja, dan moet het maar. Ik kom de netste blok. Laten we gewoon even. Cheer. Laten we gewoon eventjes aanmoedigen. Oh, dit vind ik zielig. Hij moet huilen. Dit doet me denken aan de bangwaardje. It's a little bit better. Oh.
We kunnen hem niet heel veel doen. We kunnen het nog even cheeren. Little joke. Really not feeling up to it right now. Sorry. Mercy, je kunt hem niet sparen. Just plugging along. Ja, we kunnen dat nog niet doen. We kunnen nog niet Mercy. Oeh, onze levens gaan wel echt. Ik denk dat nog een keer een treat. You've not got a cruel look. Go ahead, do it. Oh, is de treat niet goed voor hem of zoiets? Ik dacht dat hij dat fijn vond. Nou, dan gaan we hem nog een keertje cheeren. Let me try. Oh! I call it Dapper Blue. Do you like it? Yeah! Way to respond. I'm fine, thanks. Waarom maak ik me dan dood? Hij doet het wel minder. Cheer. Oh, gee. I usually carry him to the rooms because there is nobody around. Today I met somebody nice. Oh, I'm rambling again. I'll get out of your way. Okay, moeten we nu hierheen of niet? Maar wat is hier dan? Oh, bordje. Waarschijnlijk, this is the wrong way. Spider bake sale. All proceeds go to real spiders. Die zoveel G in the web. Yeah, we probably got down and gave you a donut. Leave several of these up, yeah, you didn't have enough gold, oh. Hoeveel gold heb jij? You didn't have enough gold, ja, we hebben 7 goud in die kist, in het web gedaan, en dat is goed of zoiets. Krijgen we nog goede karma? Shit. My friend never listens to me. Whenever I talk, they skip through my words by pressing X. That's right, pressing X. Well, at least you listen to me. Nee. You were pressing X. That's right, pressing X. Well, at least you listen to me. Rip, rip it. I heard using F4 can make you have a full scream. But what does F4 stand for? 4 frogs. I've only seen a maximum of 3 frogs in this room. It's just troubling to say at least. Ribbit. What the fuck? Ribbit, ribbit. I have heard you are quite merciful for a human. Surely you know by now a monster wears a yellow name, but you can spare it. What do you think of that? Very helpful. It's very helpful. It is rather helpful. Remember, sparing is just saying you won't fight. Maybe one day you have to do it even if their name isn't yellow. Ring? Oh, nay. Hello? I just realized that it has been a while since I have cleaned up. I was not expecting to have many company, so there are probably a lot of things lying about here and there. You can pick them up. But do not carry more than you need. Somebody you might see. Someday you might see something you really like. You will want to leave room in your pocket for that. Yeah, that's wel ik tante ja nu. Klik. Oké. Trouwens, ik heb hem. Gaan we kijken hoe vallen we hier onderdoor. Veggies. Ga tegen de meneer de wortels. Vegetoid, geven hem. Gaan even met hem praten. Plants can talk, dummy. Oh, wow. Oh, wow. Dat is wel grappig. Ah! Vegetoid. Gewoon check. Dat ik zelf een monster not man, dat doe je die. Fresh morning taste. Ah, ik wil hem. Ik wil hem eigenlijk. Nee, I'm out of here. Ja, ik wil niet die gasten meer vechten. Ik wil namelijk niemand doodmaken, weet je? Dan ben ik niet. Nou, weet je wat? Oh, echt. Motsmal kan ik al sparen. Tja, dit ding doet niks, serieus. What the fuck?
Don't ever carry the world. Spare hem, yep. Ik spaar die dingen gewoon dan. Als je aardig bent, weet je. Als je gewoon, als ik je kan sparen, ik spaar je. Want ik ben niet onaardig. I fell down a hole, now I can get up, go and without me. Wait, ghosts can fly. Can they? Oh well. What the fuck? Die gast zocht ik trouwens eventjes. Oh ja, hier ergens is een button die moet doen. Oh nee, niet de lever. Die lever daar. Hier, we moeten deze lever overhalen, jongens. Dan kunnen we nu door de deur heen. En dat is nice. We kunnen een spare time, being the best, ja, bla bla bla. Die doet niks. Ik hoop dat er nu staat, doesn't ever carry the world. Ja, kijk, dan kunnen we hem ook sparen. Nou, zie je, zo makkelijk is het. Zo makkelijk is een gevechtie. Gevechtie. Maar ja. Oké, uilen. Ik zoek even het nieuwe opslaan. Punt. Wat een logica bestaat, jongens. It's a switch. Press it. Ja, nothing happens. Switch, press it. Ja, nothing happens. Oh, ik ga dit gewoon de hele tijd doen. It's a switch, press it. Yes, nothing happens. Oké. Waarom? Wat is de logica hiervan? Note there was a blue switch behind the top pillar. Wauw. Fuck dit spel echt. Fuck dit spel. Hey viewers, ik ben I'm out of here. Ah. En nee. Doei, ja, ik escape wel gewoon de hele tijd. Ik vertrouw het spel dus nu niet meer, dus ja. Switch, press it. Voor je de klik inzet, oké, okay, yes, ik heb het 9 goed. Ja, nu hier ergens iets. En nu gaat deze met een gat wel vallen. Ja, nu is het zeker weer. Moet ik nu wel die dingen niet opnieuw doen? Nee, gelukkig niet. Kijk, werden dat dan nu als we hierboven gaan? Nu is het wel de blauwe. Nee! Ik ben boos. La 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 la. Als deze me ook laat vallen, dan is de switch. Press it. Yes, you hear the clicking sound. Luke's journey. What? Please. Sorry, maar ik ben dat ik wegga hoor, maar sorry. Sorry dat ik wegga hoor, maar sorry. Niels, wat ik. Oh nee, oh dear, that took longer than I thought it would. How did you get here, my child? Are you hurt? There, there, I will heal you. I should not have left you alone for so long. It was irresponsible to try to surprise you like this. Well, I suppose I cannot hide it any longer. Come, small one. Ja, maar jongen, ik wil het spel opslaan. Ja, hier. Seeing such a cute dirty house in ruins give. Nou, oké, jongens. Volgende week gaan we hierin. En dan gaan we kijken wat deze boom doet. Every time you saw a tree grows on any leaf, that fall right off. Oké. Dank voor het kijken. Oh, wat? Quitting. Oh. Nou, doei.